Inmiddels 5:02, lieve luisteraars. Mooi tijd om het gesprek van deze dag op te starten. En mijn gast is meneer Ludwig van Milieu vanmiddag. Helemaal vanuit Nijmegen doen we dat gesprek met de heer Ludwig. En we gaan stilstaan bij een aantal onderwerpen. Heer van Milieu vanmiddag. Goedemiddag, welkom in de uitzending. Goedemiddag Fred en alle luisteraars. Ik groet u vanuit Nijmegen en ik ben u graag van dienst. Ja, meneer Ludwig Nijmegen, wat zegt u? Ik zeg het maar, zeg ik. Ja, welkom. Fantastisch. Leuk dat we vanmiddag weer even stil kunnen staan bij de actuele ontwikkelingen in Suriname. Er valt een hoop te bespreken. Van Guyana tot en met de dood van Willy Sumita en alles daartussen. Waar zullen we beginnen? Zullen we maar ere geven aan hem die eerder toekomt, namelijk de doden. In dit geval de heer Willy Sumita. Een van de oude politici, de oude garde. Lachman is dood, Aaron is dood. Wie is er nog steeds? Weinig, dacht ik, van zijn tijd. Even terugkijkend, heer van Milieu. Als we kijken naar deze man zijn carrière, zijn rol in de politiek, wat voor herinneringen heb je aan hem? Nou, ik heb persoonlijk met hem weinig te maken gehad. Ja. Maar ik ben een paar jaren geleden bij die verkiezingen, ik dacht dat het de verkiezingen waren voor de laatste verkiezingen. Ja. Heb ik een move gemaakt in de Surinaamse politiek. Ja. Door Somo Harjo van de PL gaan helpen, omdat hij uit de NDP-regering was gezet. Ben ik met Somo Harjo, hè, dus nog niet Sumita. Ja. Maar, en via Somo Harjo heb ik die Javaanse gemeenschap in Suriname beter leren kennen. Ja. En ik heb ook Willy Sumita leren kennen. Ja. Omdat er in Mariënburg een historische vredesbijeenkomst is geweest, waarbij die twee kamphanen in het Javaanse kamp, namelijk Sumita en Somo Harjo, die gingen niet door één deur. Maar ja, nee. Net zoals die politiek van de KTPI, van de Javaanse gemeenschap, kenmerkt zich door een soort wisselvalligheid. Ja. Zo is ook die relatie tussen Sumita en Somo Harjo eentje geweest van een knipperlichte relatie. Dan waren ze goed, dan hadden ze ruzie. Dan waren ze weer goed. En ze wisten altijd een spektakel ervan te maken wanneer ze weer op één podium konden staan. Ja. En dat heb ik meegemaakt, dus de laatste keer. Dat was bij de verkiezingen van 2015. Ja. Ja, heb ik de zogenaamde goedmaking. Maar ik moet er bijna om lachen. Het is een serieuze zaak. Maar ik heb nog nauwelijks op Mariënburg die festiviteiten en het ceremoniële gedram had ik gade geslagen. En ik heb met iedereen zo'n beetje handjes geschud voor de goede vrede, een historische dag en zo. En binnen een week hadden ze weer ruzie. Binnen een week. Ja. Was het oud nieuws. Ja. Dus, en dat is in de politiek die is gevoerd op etnische basis in Suriname. Ja. De Javaanse groep is dat schering en inslag geweest. Ik denk dat de KTPI de meest bewegelijke politieke partij is, en samen, je kan in één adem kan je ook de PL noemen hoor, die altijd openstaan voor allerlei bondgenootschappen, maar van tijdelijke aard. Ja, ze benutten elke mogelijkheid om een stapje vooruit te gaan. Ja. Dat noemt men ook wel opportunisme in de politiek hoor. Ja. Is een opportunistische opstelling van zich aansluiten bij de sterkste. En dan kan ik direct met de deur in huis vallen. Ja. Dat is het kenmerk van als ik die hele rode lijn van het ontstaan van de KTPI in 1949. Ja, dus ja. Dat is opgericht door de oude Sumita. Iding. Iding. Iding.
Iding. Ja. Die heeft de Comtani Persatuan heeft die opgericht in 1949. En die heeft hem overgedragen aan zijn zoon, ja. Willy, die nu overleden is op 86-jarige leeftijd. Ja. En, dus het komt erop neer dat dus toen reeds je twee kenmerken kan zien van die politiekvoering. Het was nou eenmaal zo, die Havana hadden geen keus. Ja. Suriname kende etnische politiek. De etnische groepen hadden hun eigen politieke partij. Dus volgden ook de Javanen met hun eigen politieke partij. Ja. Maar de vraag is, welke politieke koers ga je volgen als je een politieke partij opzet voor Javanen in Suriname? Want we moeten niet vergeten, tijdens die oprichting, ja, was er nog grote spanning in het oosten. Want Nederland had zich niet neergelegd bij de onafhankelijkheid die was uitgeroepen door Sukarno. Sukarno heeft in 1945 de onafhankelijkheid van Indonesië afgeroepen. Ja. En Nederland was daar niet mee eens, die heeft het niet ondersteund. Ja. Na zoveel onderhandelingen in Lengadeti onder andere, dat is een belangrijke plaats waar die besprekingen plaatsvonden, is Nederland pas in 1949 overstag gegaan, heeft Nederland dus die onafhankelijkheid van Indonesië erkend. Ja. 1949 pas. Ja. Ja. En het is precies dat jaar waarin dus de oude Iding Sumita de KTPI oprichtte. Ja. En het is interessant om dus te kijken hoe die Javanen zich hebben opgesteld in de Surinaamse politiek. En die tactiek was van meet af aan, ik noem het een beetje negatief opportunistisch, maar laat me het noemen een whip-politiek, zeg men ook. Ik heb in de literatuur ben ik die benaming ook tegengekomen. Ja. Ze namen een whip-positie in. Ja. Ze keken de kat uit de boom. Ja. En ze sloten zich bij elke verkiezing aan bij de sterkste. Ja. Waardoor de Japanen onafgebroken in het parlement zijn gebleven. Ja, ja. Een machtspositie hadden ze, hè? Omdat ze altijd daartussenin zich konden manoeuvreren. Ja, vanwege het feit dat zij daardoor de sterke, de grote partij, die de meeste zetels hadden, aan de meerderheid konden helpen. Juist, zij waren de druppel die de emmer deed overlopen telkens. Hè? Ja, dat, ze hadden het goud door. Ja. Dat is dus een. Ik moet zeggen, je moet er maar op komen. Hè? Ja, maar dan stonden ze wel in een positie van knap of ifado. Juist. Ja, toch? En dat is die wisselvalligheid die ik probeer te schetsen. Ja. En als je dus zo een politiek voert, dat je dus in feite een gelegenheidsbeslissing neemt. Ja. Op het moment dat de macht verdeeld wordt, zorg je dat je bij de sterkste bent. Ja. Dan betekent het dat je open moet staan voor een bondgenootschap. Je kan niet een gesloten partij hebben die een eigen koers volgt, want dan kan je niet aansluiten bij anderen. Nee. Dus waardoor in feite de kracht van de Javaanse politiek, voor zover je van de Javaanse politiek kan spreken in Suriname, was zeer gering. We kennen in het bos kennen we een dier. Ja. En die eigenschap toch, we noemen het, de dier heet de agama. Uh-huh. Ja, die plakt en die neemt de schutkleur aan. Die neemt de schutkleur aan van de omgeving. En dat was eigenlijk de ik noem die KTPI, de Surinaamse agama. Een chameleon zo'n beetje. De chameleon, die neemt die kleur aan die op dat moment het meest verdedigd. Ja. Voor zijn overleven is. En daarmee zeg je dat de Javaanse politieke partij onder leiding van de Sumita's, vader en zoon, feitelijk niet om de inhoud ging, maar veel meer om de machtspositie. Ten dele, maar nam toch erg even aan, want we zijn toch eenmaal bezig de familie Sumita te bespreken. Ja. Nam maar toch wel een paar aspecten noemen die tot hun verdiensten behoren, namelijk om te beginnen bij je vader Iding. Ja. Die kwam uit de medische hoek, die was een soort sjamaan, een medische helper. Ja. Dus die man hielp mensen met die ziek waren en zwak waren. En, dus het was een sociale man. Ja. Dus tegenwoordig, als hij nu had geleefd, zouden ze hem noemen sociaal-maatschappelijk werker. Ja.
En zo is hij begonnen. Ja. Dus dat zit, dus dat is, dat aspect is gebleven in de KTPI. Namelijk, zo noemen het tegenwoordig, ja, in de kerkelijke kringen noemt men het armenzorg. Ja. Zorg voor de armen. Kijken naar de minstbedeelden. Onder Bouterse. Dus Bouterse heeft die term overgenomen uit Europa. Spreekt men van een sociaal contract. Die, wat men wil maken met die bevolking. Dus je richt je op die minder draagkrachtige groepen. Ja. De armen. Ja. Je ziet dat zelfs nu, dus Iding heeft het overgedragen op Willy. En dat is eigenlijk het kenmerk gebleven van die KTPI. Die altijd, als ze in de regering zaten, kregen ze het ministerie van Sociale Zaken. Ja, ja, om de bijstandkaart uit te delen. Juist, juist. Maar precies daar schuilt de zwakke plek. En komen we nou op het politiek-ideologische vlak. Ja. Want dan krijg je dus, als jij alleen maar bezig bent op het ministerie van Sociale Zaken, dan is jouw politieke idee, jouw politieke gedachte, is alleen daarop gericht hoe je slaansmiddelen moet verdelen onder die bevolking. Ja. En de eerste persoon die krijgt, dan ben jij zelf. Ja. Dat heet met een moderne woord corruptie. Ja. Dus de corruptie is ook gaan plakken aan die partij, de KTPI, die dat odium opgelegd kreeg door de bevolking. Ja. Die bevolking vond het een minder betrouwbare partij, wat betreft, als het ging om huisvesting, percelen, et cetera, waren ze constant bezig met die materiële verdeling van de welvaart. Hè? Voor zover je van welvaart kon praten in Suriname. En was dat uit barmhartigheid, of was het ook om zelf beter van te worden? Nou, beide. En dat noem ik het nu in verband met de karakterschets van de Sumitat. Ja. Je kan hoe dan ook zeggen dat dus de verdienste van Iding, de vader van Zwili, is dat sociale spoor. Ja. Dat zat in de man, om mensen te helpen. En, ja. En eigenlijk kan je zeggen, ik in mijn vriend, de korte tijd dat ik Somaharjo heb leren kennen, is dat ook een drijfveer geweest van Somaharjo. Dus buiten de puur politieke de machtspolitieke aspecten, is een belangrijke drijfveer geweest van Somaharjo ook. Hij maakt er altijd grappen over. Kennis en sociale instelling. Dus omdat die Javanen die een Dessa gewend waren, die keken naar het belang van jou als politicus in de mate waarin je hun moet gaan komen. En een paar dingen. Dus je moet ze helpen. En je ziet dat Somaharjo heeft die lijn doorgetrokken. Dus het ging eigenlijk om je moet zorg hebben voor je medemens. Hè? En die karaktertrek is gebleven ook bij de PL. Je moet kijken hun meetings. Trouwens, dat hebben al die andere partijen ook overgenomen van de PL. Maar die Afanen hebben dat heel sterk gehad. Dat op hun meetings is het een feest voor iedereen. Er worden cadeautjes uitgedeeld. Er wordt gegeten lekker. En is bekend. De Javaanse keuken is populair in Suriname. En dan wordt er echt rijkelijk verdeeld. Ja. En ik heb dus toen ik in die korte tijd bij de PL-maat aangesloten, heb ik van nabij die mentaliteit kunnen meemaken. Van gezellig bij elkaar komen. En weet u wat Somaharjo bij politieke bijeenkomsten, wat hij meestal deed, en ik heb dus dat gezien, die zorgt ervoor dat moeder, de vrouw, de vrouw die in de keuken staat en kookt voor iedereen, dat die tevreden komt naar een politieke meeting. Ik heb bij geen van die meetings van andere etnische groepen gezien dat vrouwen heel graag gingen om naar de politieke oratie te luisteren van een of andere leider. Maar die Javanen gingen wel, want na die lezing kregen die vrouwen keukengerei, bestek, cadeautjes mee. Alles, ja. Ja, al die cadeautjes van de keuken, alles wat in de keuken hoort. Kregen ze mee naar huis. Kregen ze mee naar huis, ja. Ja. Alle vrolijke gezichten en ze gingen trouwstemmen op die partij. Ja, maar goed, Ludwig, als we kijken naar de maatschappelijke positie van Javanen in Suriname anno 2022, vanaf de periode
dat de Sumita's inderdaad vanuit die WIP-positie steeds hebben geprobeerd toch wel in het machtscentrum aanwezig te zijn. Ja. Dat we zeggen, ze hebben altijd regeermacht gehad. Bij uitzondering denk ik, ik kan me niet heugen wanneer ze geen partij waren in de regering. Zaten ze aan de tafel van de machtigen. Wat heeft de KTPI, laten we daarop houden, bijgedragen aan de emancipatie van de Javanen en zeg maar het bevorderen van bezit van die Javanen in het land? Ja, dat is een hele moeilijke vraag. Maar ik ga toch proberen om te beantwoorden. Ja. Maar ik ga het op mijn manier antwoorden. Kijk, ik hou ervan om dingen in perspectief te plaatsen. Ja. Ja, want het gaat nou niet om weetjes, ditjes en datjes over personen. Het gaat om politiek inzicht te krijgen naar aanleiding van het overlijden van een politicus in Suriname. Een beetje een evaluatie te maken van de politieke betekenis van die persoon. En als die persoon een leider is van een groep, dan praat je impliciet over de politieke betekenis van die groep in de politiek in Suriname. Nou, dan moet je in ogenschouw nemen, en dan ga ik iets zeggen wat ik heel Suriname heb verweten en nog steeds verwijt. Namelijk, je vraagt af, wat heeft dat met de Javaanse groep te maken? Nou, het volgende. Indonesië, luistert u goed wat ik ga zeggen. Indonesië is het eerste land in het Nederlandse koloniale bezit dat zich met succes heeft weten te bevrijden van haar kolonisator, in weerwil van alle pogingen van die kolonisator om dat niet te doen. Mm-hmm. Niet aan Indonesië de onafhankelijkheid te geven. Ja. Indonesië, met behulp van internationale steun van de Verenigde Naties, dus van de Verenigde Staten, van de geallieerden, heeft men druk uitgeoefend op de Nederlandse regering om Indonesië los te laten. Mm-hmm. Vrij te laten. Mm-hmm. En Nederland heeft nog op het laatste moment bedrog gepleegd, maar dat, ik ga niet in details, maar men heeft Indonesië moeten loslaten. En wat heeft dat nou met Suriname te maken? Dan zou je toch denken dat als er een contingent Indonesiërs zich in Suriname bevindt, en de Indonesiërs, zoals men weet, ik moet naar die geschiedenis teruggaan, die zijn vanaf 1890 is de Indonesische immigratie naar Suriname begonnen. Ja. En dus we zaten dus al een paar decennia in Suriname. Dan ga je afvragen van, wat is die impact van zo'n belangrijk politiek gegeven, dat jouw land loskomt van Nederland, en Nederland min of meer in elke Indonesiër een soort vijand zag. Er ontstaan dus zoveel problemen, namelijk, u woont in Den Haag, en daar is er een contingent Indonesiërs, dus Indo-Europeanen, die met die Nederlanders hebben samengewerkt in Indonesië. Ja. Die mensen moesten hals over de kop naar Nederland komen. Klopt. Toen begon men zich te vestigen in Den Haag. Uh-huh. En onder andere. Maar het punt is, wat ik wil zeggen, is dus dat die onafhankelijkheid van Indonesië moet u vasthouden, want het is zeer belangrijk voor ons in Suriname. Namelijk, wij zijn ook een kolonie van Nederland geweest. En de vraag is, is er een verband tussen die onafhankelijkheid van Indonesië en de onafhankelijkheidsbeweging die in Suriname na de Tweede Wereldoorlog is gestart? Ja. Tenminste, die een vaart heeft gekregen. Want al eerder had ik verwijs naar de Kom onder andere. Ja. Die heeft in het blad Linksrichten in Nederland geschreven over het vrijkomen, het loskomen van Nederland van Suriname. Ja. Dus ik ga terug naar die Javaanse groep. Wat was dan het standpunt van de Javaanse groep in Suriname? En precies daar komen we dus die KTPI tegen. Kijk, wat was de visie bij de Javanen in Suriname? Van luister, we zitten in een Nederlandse kolonie, Suriname. Maar nu heeft Nederland ruzie met ons volk gemaakt in Indonesië. Ja. Wij hebben de Nederlanders gewonnen. Indonesië heeft gewonnen van die Nederlander. Ja. Dus die Javanen en Suriname vroegen zich af, zijn we nou vrienden of vijanden van Nederland? Want we zitten in een Nederlandse kolonie. Ja. En toen is er een beslissing genomen om
De man die een rol hierin heeft gespeeld is Salikin Harjo. Salikin Harjo, die is toen naar voren gekomen na de Tweede Wereldoorlog in 1954, is hij met honderden Indonesiërs is hij naar Indonesië teruggegaan. Dus je kreeg in Suriname een terugkeermentaliteit van jongens, we zijn in 1890 gekomen om ons te vestigen in Suriname, maar nu zijn we onafhankelijk van Nederland, we zijn de baas in Indonesië. Er zijn weer perspectieven voor ons, dus we gaan terug naar Indonesië. En toen hebben honderden Indonesiërs Suriname verlaten. Mm-hmm. Ziet daarvoor, voor dat moment, dat, want ik praat over 1954, heeft het zijn beslag gekregen, ja. Dat onder leiding van Salikin Harjo, die Javanen teruggingen naar Indonesië. En dat was een Javaan in Suriname, Salikin Harjo. Ja, in ja. Suriname. Ja, oké. Okay. Ja, en die hebben brieven geschreven aan Sukarno. Van, Sukarno, luister, we komen hoor, we komen je helpen. Maar Sukarno was niet blij. Dus daar komt er, Sukarno was niet blij. Sukarno dacht, wat moet ik met die gekoloniseerde Surinaamse Javanen doen? Zijn ze wel te vertrouwen? Ja. Want ze vallen nog onder jurisdictie van Nederland. Ja, ze waren en blanda. Ja. Ze waren blanda mensen. En, ja. En Sukarno had zich juist ontdaan van die blanda's in Indonesië. Ja. Daar komen ook zijn mensen die van die blanda's houden, die komen weer in Indonesië. Dus op een gegeven moment zag Sukarno niet zitten. Toen heeft hij een slim ding gedaan. Ja. Hij heeft de Surinamers in 1954... Heeft hij ze gestuurd toen ze aankwamen. En het is een interessante geschiedenis om te lezen hoor, moet ik u zeggen. Ja. Namelijk, want die Javanen gingen met alles wat ze in Suriname verzameld hadden, gingen ze weg. Schoppen, chap, houwer, buitenboordmotor, tractor, noemt u maar een gereedschap in de landbouw, et cetera. En die Javanen hadden het en hebben dat allemaal ingeladen in schepen richting Indonesië. En toen heeft Sukarno ze geplaatst in West-Sumatra. Mm-hmm. Dus, een volk, ze noemen het Minangkabau-volk. Mm-hmm. Dus die Surinamers daartussen gezet. Sukarno had ook een beetje moeite met die mensen. Dus hij dacht, laten we al die moeilijke mensen bij elkaar zetten. Dus zo kwamen die Surinaamse Javanen, terecht in West-Sumatra. Ja? Ja, en ze hebben daar een dorp gesticht, Desa Tongar, Desa Donkar. Ja? En het eerste schip waarmee ze gingen, de Langkuas. Ja. Langkuas. Zij zijn in 1954 vertrokken, want daar, dus waarom heb ik... En hoeveel van die Javanen zijn toen meegereisd? Nou, het zijn honderden. Honderden, want ja. Ze zijn in verschillende contingenten vertrokken, hoor. Ja, ja, ja. Okay. Maar er is het meest geschreven over die eerste grote groep is in 1954. Onder leiding van Salikin Harjo. Ja, maar die KTPI ja. Is in 47 opgericht, zei je, toch? Ja, ja. En die partij was al opgericht toen. Ja, en dat door Iding Sumita. En die keek, die vond dat prima. Sumita vond het goed dat die mensen weggingen. Dat precies, want u stelde hamvraag. Ja. Want daarom vertel ik dit verhaal. Ja. Dus u begrijpt wat de sfeer was in Suriname, ja. In de begin 50e jaar, want in 1954 zijn er honderden vertrokken. Ja. En dus was er in de politiek het vraagstuk ontstaan in Suriname. Ik denk bijna aan Hans Breveld, de Surinaamse politicus, die had een liedje gemaakt van wie gaat weg en wie blijft hier. Dus ja. Ik heb dat liedje wel toch, wie gaat weg en wie blijft hier. Dus dat was het aan de orde in de Javaanse groep. Ja. Wie gaat weg en wie blijft hier. Ja. Dus u begrijpt dat de politiek in Suriname, want die KTPI was al opgericht in 1949. Ja. De vraag was dus, die groep die teruggaat is pro Sukarno, ja. Is anti-Holland. Ja. En die groep die blijft is pro-Holland. En die wil dus een toekomst voor zichzelf hebben in Suriname. En dat is die lijn van de KTPI. Dus ik heb het een beetje goed uitgelegd. Ja, duidelijk. Ja, dus die kiezen ervoor bewust om niet weg te gaan, maar in Suriname te blijven. We gaan die weg, gaan niet... Dus ze hebben voor Nederland gekozen. Ja, en dat was inspiratie om zich politiek ook te gaan organiseren waarschijnlijk. Juist. Je ziet die drijfveer. Ja. Waarom dat die drijfveer was van de KTPI. Ja.
En wat is het nu? Dus eigenlijk, het is een heel... Hierover is heel weinig geschreven. Ik wil niet zeggen dat ik alles weet. Maar ik heb die boeken gelezen van Hein Vrugink. Ja. Ik heb nog een aantal Nederlanders die zich hebben gespecialiseerd in Indonesië. En zijn een aantal professoren die bekend zijn geworden met hun Indonesië verhalen. Maar het waren oppervlakkige verhalen die vanuit het koloniale standpunt uit keken naar de situatie. Maar ik vertel u nu, dit verhaal krijg je nergens te horen op deze manier. Omdat het is een optiek die wij nou behandelen vanuit de Surinaamse soevereiniteit gekeken. Ja, en even vanuit die periode, hè, 49, 50, waar waren de meeste Javanen gevestigd op dat moment? Waren in Suriname en Komowena. Komowena, ja. Komowena. Maar de Javanen zaten ook in Koroni, in Bikeri. Ja. Dus want de politiek van Nederland was... Verdeeld. En u begrijpt het, had u begrepen waarom. Namelijk, die Nederlanders hadden problemen met die Indonesiërs in Indonesië. En ja. ze hebben het hele grote rijk. We praten nu over een bevolking van meer dan 200 miljoen mensen. Daar is Nederland moeten loslaten. Ja. Met eigen cultuur, meer dan 15.000 eilanden. Ja, ik bedoel, dat is geen kleinigheid. En dan, dus wat heeft Nederland gedaan? Nederland heeft die Javaanse groep gesplitst. Ze hebben ze overal een beetje gedeponeerd. Dat ze niet weer een vuist kunnen maken in Suriname. En vooral dat ze het virus van de onafhankelijkheid niet konden overbrengen in Suriname. Ja. Dus Nederland was zeer voorzichtig met die Javanen. En toen is iets oneerlijks gebeurd. Men heeft eigenlijk, met men bedoel ik het koloniale bestuur, heeft niet naar de Javanen omgekeken meer. Ja, men gaf ze geen rol meer in de politieke plannen om van Suriname iets te maken. Mm-hmm. Dat telde de Javaan niet meer mee. U moet dit goed begrijpen, want dit wordt in Suriname nooit behandeld. Ja, ja. En dat is bewust. Ze zijn vanwege die situatie Indonesië-Nederland, heeft de kolonisator toen bewust gekozen om de Javanen... Ze vertrouwden de Javanen niet meer. En ze hadden geen enkele zin om een kleine groep die naar Suriname was gegaan, om die dan te gaan pamperen en gaan verwennen. Ja. Men had er geen zin in. Ja, ja, ja. Maar nu moet u begrijpen, dus dit wat ik ga zeggen, gaan alle Surinamers begrijpen, maar de buitenwacht gaat het niet begrijpen. Er is, dus de Javanen in Suriname moesten eigenlijk laten zien in hun attitude dat ze niet anti-Holland waren, dat zij geen Sukarno waren. Mm-hmm. Dat is die teneur die de KTPI heeft moeten dragen. Ja, ze moesten goed wil gaan herwinnen bij de Nederlanders. Ja, ja. Je moet goed kijken, die Javanen houden van Hollandse liedjes. ze hebben heel veel respect voor die Hollandse cultuur. Ja. En ze adapteren heel snel. En dat komt ook door die Indo-Europeanen in Nederland zelf. Ja, hoor. Dat voorbeeld. Ja, ja. Men ziet de mensen gaan vooruit als ze met die Nederlanders goed zijn. Dus dat willen ze ook. Dus die attitude van de Javaan in Suriname is 1000% pro-Holland. Ja, dat zit in hun. Ja. Maar Surinaams nationalisme, dat na die Tweede Wereldoorlog is ontstaan, dat tegen Holland was, tegen het bezit van Suriname door Holland, naar voorbeeld van Sukarno. Dus die Surinaamse nationalisten, die namen Sukarno als voorbeeld toch. Van kijk, dat willen we ook. En dat zit nu die KTPI daartussen gekneld. Die moet Javanen die in Suriname zijn gebleven, gemotiveerd houden. Ja, om van Suriname te houden. Terwijl het Surinaams nationalisme ook van Nederland af wil. Dus die Javanen zaten in een moeilijk parket. En ik denk, mijn macro-analyse komt er eigenlijk op neer dat dit een beetje de verklaring is. Dus je kan niet de schuld geven. Dus ik ben niet eens met al die mensen die te negatief over Sumita's praten. Dit is het tijdsgewricht waarin Sumita een heel moeilijk vraagstuk moest beantwoorden wat hij niet kon beantwoorden. He, je kan namelijk niet het hindoeïsme is er een heel mooi spreekwoord, hè?
Ik had het kwam zo net in me omdat ik het moest toepassen op die Indische situatie, nu de Indonesische situatie. Nou, het komt erop neer dat je een kip, als je een kip slacht, kan je die kip niet gebruiken als slachtkip en als leghen tegelijkertijd. Als je kiest voor slachtkip, dan houdt de leghen op te bestaan. En als je kiest voor leghen, dan kan je die kip niet eten. Dus je komt op een soort, de Hindoes die geven dit voorbeeld. Ik heb het uit die Hindoestaanse, de Hindoe leer. Ja. Heb ik dit onthouden een beetje. Dus wanneer je op een dilemma, als je in een dilemma zit, ja, en je moet een keuze maken. Gandhi hield ervan om dit ook te gebruiken. Je moet een keuze maken. Je kan niet en. Je kan niet en die Javaan opvoeden dat hij naar Indonesië terug moet. En je moet hem opvoeden dat hij van Suriname moet houden. En boos moet zijn op Sukarno dat hij Indonesië van Nederland heeft weggehaald. Ik bedoel dat die twee dingen zijn tegengesteld. Ja. Die keuze. Die maar het ging op dat moment nu de loyaliteitsvraagstuk. Hè? Ben je loyaal aan Indonesië of ben je loyaal aan Nederland? En zij die weg waren, die hadden loyaliteit aan Indonesië. Aan die kant gekozen. En zij die gebleven waren, hebben de loyaliteit naar de Nederlandse kant gekozen. Juist. In Suriname. Dat is duidelijk, hè? U hebt het helemaal goed vertaald. Ja. Maar weet u wat het is? Ze konden, met wat voor standpunt ze ook namen, konden ze er niet mee thuiskomen in Suriname. Wat bedoel je? Dat probleem van de KTPI geweest, waardoor die KTPI in die, ik noem het bijna de lamentabele positie is beland. Ja. Van een, zeggen we in Suriname. Dus dat is die webpositie die later duidelijk is, zichtbaar is geworden. Ja. Maar luister, we moeten zorgen dat we maar bij de macht blijven, anders hebben we niks te maken in Suriname. Ja, maar dat heeft te maken met het feit dat ze tussen twee grote, zeg maar, olifanten instonden. Dus ik bedoel, qua aantal waren de Afro-Surinamers groter. En altijd in de meerderheid. Altijd. Dus die hadden altijd meer electorale, zeg maar, zetels. Als het gaat om plaatsen in het parlement, hè. En KTPI was niet in die luxe positie om uiteindelijk toch wel evenveel zetels, dan wel meer zetels, dan VHP of NPS binnen te halen. Dus, maar u noemt een belangrijk ding daar. Namelijk door die numerieke dominatie van de Creolen, ze waren in de meerderheid. Ja. Ze zaten eeuwen langer in Suriname, dus u moet dat niet vergeten, het wordt vaak weggepoetst. Als ze zijn een detail, maar het is het belangrijkste gegeven. En dat geldt ook voor de Indianen die altijd al in Suriname waren. Ja. Dan zie je dat dat niet vertaalt. Dus de lengte van de aanwezigheid in Suriname wordt niet vertaald in politieke macht. Ja, maar het gaat om het getal, toch? Het gaat om het getal. Ja. Hoe groot ben je als gemeenschap? Want dat getal bepaalt uiteindelijk wat voor invloed je hebt, toch? Nee, niet helemaal. Want luistert u, als ergens een dorp is met 100 mensen. Ja. U komt met een boot met 500 mensen erin en u landt, dan bent u vanaf dat moment met u dominant. Dat kan niet. Al komt u met 1000, u komt in een gebied waar 100 mensen het voor het zeggen hebben. Voor dat moment? Ja, dus na een tijdje gaat het gelden, maar de vraag is, is dat een wetmatigheid? Moeten diegenen die in de minderheid zijn zich aanpassen aan die nieuwkomer? Ja, naar de Surinamers veel macht in Nederland, meneer Katerhouder. Dus dat ding is niet zo. We zijn dus, druppeltje maar goed, laten hier, we dat even aan de kant laten. Ja. Maar u hebt wel gelijk. Het numerieke, de kwantitatieve kant, is een belangrijke factor. Laat me het zo vertalen. U hebt gelijk. Kwantitatief is een belangrijke factor. Maar er zijn andere dingen die bepalen welke richting de politiek gaat. Maar goed, wat ik wil zeggen, is dus dat de KTPI, zo vertaal ik de macht, want daar hebben we het over, de macht van die, of de betekenis van de Sumitas, die hebben dus gekozen voor die Surinaamse lijn, maar ze hebben voor cultureel gekozen voor handhaving van de Indonesische cultuur in Suriname. Mm-hmm. Ja, daardoor zijn ze een beetje conservatief geworden. Door ze hebben moeten kiezen voor behoud van eigen identiteit. Ja. Ja, dus ze zijn niet helemaal opgegaan in het nieuwe, in die nieuwe habitat Suriname. Mm-hmm. Maar ze moesten hun eigen haakje redden. Ja. En, dus,
En dat, dat wisselvallige, dat je en dit en dat moet doen en weer regelen met iets anders, dat maakt dat je ook je zo moet gaan opstellen. Mm-hmm. Je moet met, laat me het een beetje negatief benaderen. Je moet met alle winden meewaaien. Ja, dat is overleven, hè? Om te overleven, juist. Ja, dus ze hebben een strategie voor zichzelf bedacht. De leider, Sumita in dit geval, die heeft een strategie voor zichzelf bedacht. Kolen en geit sparen, hè? En daartussenin zorgen dat je altijd meetelt, hè? Dat je meedoet. Juist. Ja. Maar u hebt een belangrijk ding aangehaald zo net, namelijk dat ook direct aanscherpen. Je was in die beginfase van de Surinaamse parlementaire politiek. Ja. Dat is toen alle politieke partijen zijn ontstaan. Ja. Die zijn ontstaan na de Tweede Wereldoorlog. Ja. Maar voordat ik mijn statement ga maken, naar aanleiding van wat u zo net hebt gezegd over de politieke invloed van de Creolen op de andere politieke partijen, en dan ga ik nog dit aangeven, dat u moet begrijpen wat die Tweede Wereldoorlog heeft gedaan met de Surinaamse politiek. Die eigenlijk bijna niet bestond, want voor die Tweede Wereldoorlog had je allerlei beperkende regels en wetgeving die het onmogelijk maakten voor de Surinaamse bevolking te participeren in het koloniaal bestuur. Mm-hmm. Toevallig is het wel zo dat ze begonnen steeds meer ruimte te creëren in die parlementaire politieke gedachten voor participatie van de Surinaamse bevolking. Maar je kan grosso modo kan je zeggen dat de Surinamer zelf, die bevolking, niks te vertellen had. Ja. Dat is het koloniale bewind van Nederland in Suriname. Dat is tot de Tweede Wereldoorlog. Mm-hmm. Wat u ook kan zeggen, is de Tweede Wereldoorlog heeft de Javaanse immigratie naar, dus van Indonesië naar Suriname, gestopt. Ja. Abrupt. Dus alle andere immigraties, die zijn door een eigen interne autodynamiek, door een autodynamische interne ontwikkeling zelf doodgebloed of gestopt. Maar die Javaanse immigratie is door die oorlog gewoon abrupt gestopt. En eigenlijk kan je zeggen, heeft de KTPI die verwarring die toen ontstond een beetje op moeten vangen. Oké, maar wat ik wil zeggen, dus wat is nou die vertaling van die etniciteit in Suriname naar de politieke verhoudingen? Namelijk, voor die Tweede Wereldoorlog, ja, werden door de Nederlandse kolonisator alle etnische groepen die in Suriname waren apart benaderd. De Hindustanen werden apart benaderd. De Javanen, we praten nu over de Javanen. Yeah. Die werden geconcentreerd in Mariënburg, waar ze gingen werken in die suikerindustrie. Yeah. Ja. En een aantal heeft men, dus Nederland had een tweeledig doel, aan de ene kant de Javanen te gebruiken hun arbeidskracht goedkoop aan te wenden. Dat heeft men gedaan aan Komowijnen. Yeah. Anderzijds wilde men niet dat ze een grote politieke factor werden in Suriname, heeft men ze verspreid. En zo zijn ze terechtgekomen in Coroni, Wageningen, Nikeri. Dus in het westen. Hè? Yeah. En wat ik wil zeggen, dus toen Nederland in problemen was dus door die oorlog, had men een tekort aan mankracht. Mm-hmm. Men had een tekort aan mankracht. En toen heeft men, al in een vroeg stadium van die oorlog, heeft men Antillianen en Surinamers naar Indonesië gestuurd om het KNIL te versterken. Ik ga daarover niet praten, dat is een apart hoofdstuk. Mm-hmm. En wat heeft Nederland gedaan toen? Toen moest Nederland om de gevechtskracht van het Surinaams leger, wat eigenlijk geen Surinaams leger was, maar een Nederlands leger in de koloniën. Ja. Dus toen moest men die gevechtskracht gaan opvijzelen. En toen zat Nederland met een probleem. Je kan geen leger maken van een multicultureel volk en dan let je niet op de verschillende cultuurgroepen. Dus toen is Nederland gaan recruteren uit alle etnische groepen om hun eigen leger te versterken. Om ze op te vechten tegen die Duitsers. En toen heeft Nederland dus in diepe... Dus wat is gebeurd tijdens die Tweede Wereldoorlog? Gingen Surinamers pas beseffen dat ze onderdeel uitmaakten van de macht in Suriname. Mm-hmm. Dat Nederland ze heeft moeten betrekken in het leger. Hindustanen moesten in het leger gaan, moesten onder de wapenen. Creolen,
Javanen. En daar is één factor, hoor. Is één factor. Niet alleen in het leger was deze tendens zichtbaar. Maar het was het duidelijk. Ik kan het duidelijk illustreren met het leger. Maar het was ook in die hele samenleving het geval. Dat toen er moest worden geproduceerd voor de oorlogsindustrie. Voor de gevechtskracht van de geallieerden. En Suriname moest een aluminium leveren voor die vliegtuigproductie in de Verenigde Staten. En dan moet je iedereen gebruiken die je kan gebruiken. En zodoende, door de economische noodzaak van de versterking van de Surinaamse economie, heeft Nederland, die in problemen was, een noodgreep moeten doen door tegen hun eigen koloniaal beleid van verdelen en heers, moesten ze nu gaan verenigen, moesten ze gaan verbinden om hun eigen gevechtskracht te versterken. En zo zijn Surinamers in alle sectoren van die samenleving zijn ze terecht gekomen. Een voorbeeld te geven. In die reissector zijn alleen hun Stanen, maar je hebt ik weet toevallig, er was één Creoolse reisboer, een grote Creoolse reisboer in Nigeria. En de Nigerianen die weten het beter. Ja. Een voorbeeld, maar die man heette Montage. Montage. Mm-hmm. Montage is een voorbeeld van een Creool die heel sterk was in de reisbouw. En de Javanen die in Komowijnen zaten, die zaten in de suiker, maar die, u weet het lot van die suikerfabriek wat het is geworden. Maar het komt erop neer, men heeft de Nederlandse kolonisator die nog de baas was in Suriname, die heeft dus gebruik gemaakt van alle krachten uit alle etnische groepen. Ja. En die mobilisatie van, heeft een besef gebracht in Suriname, dat Suriname van iedereen is. Ja. En maar dat is de verklaring dat na die Tweede Wereldoorlog, want dat wil ik vertellen. Ja. Nee, maar duidelijk, even vanwege de tijd, anders komen we niet aan het onderwerp ja. toe. Maar goed, laat me naar het heden komen snel. Ja. Maar door die participatie van alle etnische groepen in de ja. economie van Suriname, is er een bewustzijn ontstaan waardoor alle Surinamers zijn gaan organiseren. In de vakbeweging, ja. de politieke, in de parlementaire politiek. En die KTPI is daar dus een onderdeel van. En daarvan is dus die Willy Sumita, die nou is overleden. Want ik help jullie brug maken naar het heden. Ja. Die Willy Sumita is daar een onderdeel van die stroming geweest, een vertolker. En daarom, terwijl ik kritiek lever op wat hij heeft kunnen presteren, namelijk niet veel, maar heeft hij toch als vertolker van die lijn, heeft hij een enorme verantwoordelijkheid gehad. Voor het welzijn van de Javaanse bevolkingsgroep in ja. Suriname. En als zodanig is de man, noem ik hem, maar dat was de afhankelijke vraag ja. van u. Ja. Ik zie hem dus in dat opzicht als een staatsman, ja. die dus wel oog had voor deze politieke, macro-politieke ontwikkelingen. Ja. Maar als je gaat kijken wat er gerealiseerd is als politieke partij. Daar is het bitter weinig. Ja, ja. Nee, maar nee, hè, bitter weinig. Door zijn invloed in de ontwikkeling van het land, zijn partij. Om toch het land, niet dat de anderen dramatisch het beter gedaan hebben. Maar Willy Sumita en de KTPI. Het verschil is het toch niet zo dat zij met een heel klein, scope in de politiek stonden. Niet met een ideologie, niet met een programma om algemeen welvaart en ontwikkeling te realiseren. Maar dat de familie Sumita, lees Willy Sumita, de politiek instapte met name eerder om een kleine groep te accommoderen en vooral zichzelf. Of zie ik dat verkeerd? Ja, nee, dat is goed samengevat. Ja. Dus maar je kan die mensen dat niet kwalijk nemen omdat dat de teneur was bij alle groepen in Suriname. Ja, maar kunnen wij politici van die allure waren, van dat soort, die vooral voor een kleine groep bezig waren, met een hele beperkte, hoger doel. En dat hoger doel was zelfverrijking en familie en vrienden vooral regelen. En de grote gemeenschap, zelf binnen de eigen groep, toch wel weinig ontwikkeling teweeg heeft weten brengen.
Kun je zo iemand dan een staatsman noemen? Nee. Dus daarom, in dat opzicht heb je gelijk. Ja. Dus dat is geen staatsman. Nee, zeker niet. Ja. Maar weet je wat het ding is? Ja. De politieke macht is een gevaarlijk ding. Kijk, wanneer begint het werk, of noem het werk, of de prestaties van zo'n politicus, wanneer begint het een oormerk te krijgen van staatsman, op het moment dat je weet te koppelen aan de macht. Ja. En dus mensen verkijken zich daarop, wanneer iemand een machtige positie heeft, dan zeggen ze, hij is een staatsman. Hè. Dan ben je nog lang geen staatsman. Ja, want als we kijken naar zijn politieke carrière, Ludwig, wat zijn de wapenfeiten? Wat kun je aan hem, zeg maar, toeschrijven dat hij Suriname, dan heb ik het niet over alleen maar de Javaanse gemeenschap, dan met zijn familie en zijn vrienden, maar de totale Surinaamse gemeenschap, totale Suriname, dat hij daar iets wezenlijk voor heeft weten te bewerkstelligen. Kun jij iets in zijn? Ja? Nou, ik kan die vraag helaas niet beantwoorden, maar ik kan wel dit zeggen. Ja. Want ik moet voorzichtig zijn, want dan heb ik morgen ben ik de vijand van alle Javanen. Nee, Javanen mogen niemand tot vijand maken. Het is een gesprek. Dat weten u en ik. Ja. Maar helaas is het zo dat in de journalistiek werkt het een beetje anders. Ja. Maar wat ik wil zeggen is dit. Ja. Ik zeg dat wat de Javanen wel hebben gebracht in Suriname is een sociale opstelling. Dus er is toch iets van waar. Ja. Waarom ze sociale zaken altijd toebedeeld hebben gekregen. Ja, maar dat is niet dan. Ja, dat ze sociaal zijn, dat is niet de Willy Sumita. Dat zijn de Javanen van. Ja, misschien van nature, hè, dat hun karakter is. Ja, dat, hè, nee, maar het gaat bij mij meer om. Iemand treedt de politiek in, die heeft bepaalde idealen. Hè. Idealen in de zin van om de samenleving in het algemeen vooruit te helpen. En ik zoek, want men praat met name meneer Rusland en meneer Paul Somaharjo en zelf meneer Santokki, die noemt hem een staatsman die overleden is. En ik zoek, en ik dacht dat u... Neemt u me niet kwalijk? Ja. U noemt nou een paar verkeerde voorbeelden van mensen waarvan ik u kan zeggen dat die de geschiedenis van Suriname niet kennen. Ja. Zeker de politieke geschiedenis niet. Ja, ja, ja. Dus als Santokki die man een staatsman noemt, dan is het voor Santokki zijn rekening. Want dat is Santokki wereldleider. Ja. Als Sumita staatsman is. Ja. Dus ik wil, laat me ook op mezelf letten. Ik wil mezelf beheersen. Ja. Wanneer we allerlei oormerken willen geven aan die Surinaamse mensen. Want ik merk dat een tendens is nou de laatste tijd. Hè, dat iedereen somebody wil zijn. Het is door een hele populaire Caribische vakbondsleider opgemerkt. Die man heet Trevor Monroe. En die man zei, everybody wants to be a big man. Ja. En wat mij betreft mag je koning zijn. Het geldt ook voor de dood van koningin Elisabeth. Elisabeth II. Ja. De tweede. Je hoort nu allerlei evaluaties en nu beginnen mensen te schreeuwen dat ze onderdrukker was en zo. En anderen vinden er de langzittende monarch ter wereld enzovoort. Enzovoort. Dus dat zijn allemaal, ik doe niet mee met die dingen, weet nee, u. Maar we hebben het over Willy Sumita. We zoeken even precies. Ik behoor niet tot, ik weet niet waarin ik hem moet. We kunnen iemand beoordelen vanuit zijn doen en laten, hè, zijn prestaties. Nou weten wij dat hij veroordeeld was, toch? Hij heeft iets gedaan waarvoor hij uiteindelijk toch wel door de rechter veroordeeld was. En is hij nog opgesloten geweest of mocht hij buiten de deur? Ja, zeker. Ja? Ja? Toen ik ben ook opgesloten geweest. Ja, weet toen ik. Opgesloten was. Was hij in die tijd opgesloten? Meneer, hij was opgesloten. Ik zag op de muren. Ja. Zo simpel is die vraag. Ja. Nu deze vraag. Ja. Toen ik in Santa Boma zat. Ja. Kon ik gewoon op die muur te kijken. Het was een gewoonte van die gevangenen. Die krassen allerlei dingen op de muur. Ja. Men noemt het graffiti. Ja. En dan kan je op die muren zien wie er was. Ja. Dus ik heb sommige haartjes zijn naam gezien. En ik dacht ook Sumita. Want tot zover ik de literatuur ken, is hij opgesloten geweest. Ja. Ja, toch? Een aantal fraudezaken. Maar goed.
Maar nogmaals, of de mensen gelijk hadden, of het recht gelijk hadden of niet, Sumita wordt geassocieerd in Suriname, vooral die, niet die Iding. We hebben het nu over Willy. We praten over Willy. Ja. Willy heeft toch een potje ervan gemaakt, ja. van die KDPI. Ja. Moet ik u eerlijk goed zeggen. Ja. Maar omdat die ervaren geen andere keuze hadden. De KDPI was een tijd lang hun partij. Ja. En daarom is de PL ontstaan. Ja. De PL heeft kunnen ontstaan van Somaharjo. Ja. Omdat Somaharjo aan de Javanen kon zeggen, het moet anders. Ja, nee, maar dan hoe wil je die partij leiden? Ja, ja, maar ik wil even de dood van Willy losrukken van het enge gedachte Javaans, hè? Maar meer in de algemeen Surinaamse termen. Want, ik bedoel, hoe gaat deze man de geschiedenisboeken in? Als iedereen hem bombardeert tot wel de staatsman, maar nergens verder toch wel een verworvenheid, van hem terug te vinden is, dan dat hij inderdaad... Ik heb in de literatuur, ja. In de literatuur, en nogmaals, ik moet u zeggen, ik ben ook maar een boekenman. Ja. Ik moet mijn wijsheid uit de boeken halen. Ja. Wordt hij genoemd als eens is hij voor een korte periode vice-president van Suriname geweest. Ja. Vice-premier. Ja. Ja. Dus ja. En daar ontleent hij misschien die titel aan dat hij staatsman is geweest. Ja, is dat genoeg dat om staatsman te zijn? Als je VP bent geweest en je bent veroordeeld, dan mag je staatsman zijn. Nee, maar dat is het juist. In, ja. Suriname tellen die dingen, men gebruikt, ja. die dingen te hooi en te gras. Ja. Dus in Suriname, dat is het grote probleem nu in de Surinaamse politiek. Dat er is een totale onbetrouwbaarheid in bijna alles. In, ja. titulatuur. Ja. Als iemand zegt, ik ben Surinamers, die Surinamers zijn heel slim, het Surinaams volk is slim. De Surinamers, weet u, in de medische wereld, weet u hoe men dat ding noemt? Wanneer u zegt, u bent dokter, dan zegt die Surinaamse, het Surinaamse volk, dat, ja, vooral het ongeschoolde volk, dat niet begrijpt wat jouw core business is. Dan zeggen ze, you are a koudatra dog, koudatra noemen ze dus. Wanneer je koudatra bent, betekent... Ja, dan maken ze een tjuri wanneer je zegt dat Juna officieel dat er is. Dan zeggen ze, ja, het zal wel zijn, een koud dat er zijn. Dat betekent, de man die zijn beroep uitoefent in de medische wetenschap, maar slachtoffers maakt, dus mij deden aan anu, dan vertrouwt men het niet meer van, wat voor dokter ben je? Ja. En zo hebben we bij de kappers, die jou, als je naar een kapper gaat, en hij knipt uw haar en daarna groeit uw haar niet meer. Dan zeggen ze, amma ab krabita anu. Dus die bevolking weet dat ding goed te typeren. En zo typeert men die fase van de KDPI onder leiding van Willy Sumita als een corruptieve fase van stilstand van de politieke ontwikkeling van de Javanen in Suriname. Ja. En daardoor is de PL ontstaan en populair geworden. Ja. De PL is gewoon een regelslaag en dat moeten we Somaharjo nageven. Die heeft in één keer die KDPI onthoofd. Ja, ja, duidelijk. Hè? Maar even tegen achtergrond van al die schandalen op dit moment in Suriname. En toch wel decennia lang, toch wel corruptieve politici. Is dat niet het resultaat van onder andere het gedrag, het voorkomen, het politiek handelen van mannen als Willy Sumita? Zijn zij niet schuldig, debet aan het feit dat Suriname is waar het vandaag terecht is gekomen door... Nou ja, 100%. Ja. 100%. En ik neem het op voor die oude. Ja. Denk Sumita, je moet uitzonderingen maken. Ja. Omdat die oude politici, kan je niks verwijten. Die zijn begonnen met die politiek. Ja. Die kan ze niks verwijten. Maar het zijn diegenen die het vaandel hebben overgenomen van die alleroudste. Ja. Ja, en dus ik heb het dan over de mensen in de VAP na Latschman. Ja. Mensen na Pengel in de NPS. De mensen na Iding Sumita in de KTPI. Dan krijg je een garde waarvan een aantal... Dus nu is Willy gestorven op 86-jarige leeftijd. Maar hij was nog tot zijn 86ste. Zat hij in die politiek te roeten, terwijl hij officieel niet meer in die politiek was. Ja. Ja, hij bleef een yang zoeken, zo'n beetje. Want men zegt, in Suriname is alles politiek. Ja.
Dus wie ziet dat je bent er niet meer? Ja. Weet je hoeveel keren Somaharjo al teruggetreden is uit de politiek? Ja, ja, ja. Maar tot nu toe moet, hij heeft zijn zoon geplaatst als minister. Ja. Maar hij moet met die zoon, als hij die zoon niet begeleidt, het is al een potje. Ja. Die regering, maar het wordt een erger potje. Dus het komt erop neer in Suriname, want daar hadden we het over. In Suriname zit niemand meer goed op zijn plaats. Die maatschappij is onbetrouwbaar geworden. Kijkt u nu naar die ruzie tussen Guyana en Suriname over de visserijsector. Ja. Wat Guyanezen ons verwijten. En dan kunnen we lachen. En we kunnen Brunswijk gaan roepen om te gaan vechten voor ons om Tigri te bevrijden. Maar u moet luisteren naar die Guyanezen, wat die Guyanezen zeggen. Of ze gelijk hebben of niet. Ja. Want wij durven het niet te zeggen. In Suriname word je boos aangekeken als je iets kwaad zegt van de WAP. Maar die Guyanese heeft daar niks mee te maken. Nee. Die kijkt naar die belangen en ja. Wat er wordt gezegd en gedaan door de Surinamers. Ja. En die Guyanese zegt van buitenaf, ziet hij ja. Dat het een onbetrouwbaar zootje is. Dat ja. Beslist in Suriname. Dat is het. Ja, ja. En dan weet u, wat bestoort? Dat zie je nu wanneer er problemen zijn met Guyana. Dan worden we opgeroepen om een nationale vuist te vormen. Maar het beleid van die regering is family and friends. De Surinaamse regering, hè? Ja, de Surinaamse regering, ja. Men voert een family and friends bewind. Ja. We moeten nou ook die family and friends gaan vechten voor Suriname. Ja. Om die visgronden te behouden daar in het westen. Dus je ziet dat men geneigd is wel nationaal te denken wanneer men in een probleem is met het buitenland. Santo Ki gaat naar een Verenigde Naties vergadering. En dan praat hij toch namens Suriname. Dus je moet nationaal je opstellen. Maar in de praktijk wordt er geen nationaal beleid gevoerd. Ja, okay. Er wordt beleid gevoerd voor familie en vrienden. Ja, Santo Ki doet het. Ja, meneer Utwig, u maakt toch wel de brug naar Guyana. Daar zou ik ook op uiteindelijk uitkomen zo direct. Even Sumita afrondende. Hè? De fase Sumita. KTP bestaat niet, is mors dood. Partij Luhur is nu de partij die de Javanse belangen dient. U beantwoordt die vraag eigenlijk met dat hij dus inderdaad een onbetrouwbare, corrupte Javanse politicus is geweest? Zeker. Ja? En nogmaals, gewoon het ontstaan van de PL ja. is eigenlijk het bewijs ook dat er in die Javaanse groep een grote ontevredenheid was. Ja. Over de wijze waarop hun politieke belangen werden behartigd. Ja. Ja. En toen kreeg je ook een soortgelijke verdeling binnen de PL. Ja. Hebben die jongere intellectuelen hetzelfde gezegd van de Paul Somaharjo. Ja. Die tijd is voorbij van cliëntelisme. De tijd van als belangenbehartiger op te stellen om gewoon privébelangen te behartigen. En dat moet je doen met je macht. En dan mond je uit in corruptie. Ja. En die manier van politiek voeren is passé. Dat is de les die we kunnen trekken na de dood van Willy Sumita. Ja, is met de dood van Willy nu inderdaad zeg maar een periode afgesloten? Of zijn er nog... Nee, die periode is niet afgesloten. Nee. Maar ik typeer hem... Ja. Als een echte prototype van die oude garde. Ja, 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 ja. En die oude garde is passé. Ja, ja die is, daar hebben we met de dood van Willy afscheid genomen. Juist. Dus ja, ik zeg, maar goed, dat nalatenschap er nog is, dat is ongetwijfeld. Juist, maar weet u waarom ik dit zeg? Dus waardoor je krijgt dan een soort dilemma. Ja. Dat is weer een soort tegenstrijdigheid, namelijk... De man is dood en over de doden niks dan goeds. Ja. Dus we praten dus nu ook in een macro-politiek verband van wat kan je in grote lijnen zeggen van wat er is gebeurd. Dan zeg ik van, nou, aan de ene kant heeft die man het moeilijk gehad, omdat de politiek in Suriname aan het veranderen was. Dus we hebben een jonge politiek, maar hij heeft inhoudelijk niet veel kunnen bijdragen. Nee. Hij heeft wel... Want ik heb een beetje zijn doopzeel een beetje nagetrokken. Ja. Dan blijft over dat hij hij was een verbinder. Iemand die verbindingen tracht te brengen. Maar als je dan gaat afvragen van met welk politiek doel, dan kom je weer in een negatieve spiraal. Wat was zijn achtergrond? Wat had hij gestudeerd of zo?
Nee, ik weet niks van zijn achtergrond. Ja, hij heeft volgens mij niet echt een opleiding gedaan, toch? Nee, het was een beetje... Ik deed hem met zijn zelfmeet. Ja, zelfmeet man. Hij was de zoon van Iding en dat is hem in de schoot geworpen. Ja, en ik waardeer dat ook, dat mensen... Want ik vind mensen die zichzelf hebben gevormd, vind ik ook belangrijk. Maar het komt erop neer, hij heeft een rol gespeeld bij het Jungle Commando. Dus in die probleemfase, dat men van Bouterse af moest komen in Suriname, heeft hij Brunswijk de helpende hand toegereikt. Ja. En aangereikt. En daar beginnen de verhalen over zijn staatsmanschap en zo. Ja. Maar dat heeft te maken dat hij dus... En wie profiteert ervan? Somaarjo profiteert ervan, want Brunswijk ziet zijn missie als beschermer van de Javaanse groep. Ja. Die vindt, hij moet die Javanen beschermen. Hij heeft het al vaker gezegd, ik zeg het niet. En Brunswijk heeft ook gezegd dat hij waakt over Somaarjo. Somaarjo mag aan de lijpen. Dat is toch een absurde situatie, hè? Zeker. Dat iemand ik kijk niet neer op Brunswijk, want ik vind hem best een intelligente man. Ja, vindt u dat hij een intelligente man is? Ja, ik denk dat hij een intelligente man is. Ja. Maar ik vind dat hij een boef is. Hij is een boef. En waarom vindt u hem een intelligente man? Waar baseert u dat op? Nou, het is meestal zo. Ja. Het is meestal zo, het is gewoon terecht. Ja. Dat de tribale en minder ontwikkelde volkeren, die kiezen in hun midden de leiders die een bepaalde skill hebben. Men gaat echt niet, neemt jongen van me aan, dat in het bos gaat men echt niet een leider kiezen in de politiek of zo, een kapitein of een gramang die niks kan. Dus je moet ergens je hebben waargemaakt. En Brunswijk heeft dat door te vechten, door wapengeweld te introduceren als machtsfactor. Ja. En daarin heeft hij de leiding genomen en hij is ook een fysiek sterke persoonlijkheid. Ja. Hij is fysiek sterk, die man vecht persoonlijk de conflicten zelf uit. En daardoor is hij een beetje boven het maïsveld uit gaan steken. Ja, de situatie de baat genomen, toch? Dus laten we het noemen boerenslimheid, want ik heb geen intelligentietest afgenomen. Maar ik zie aan een paar manoeuvres dat hij toch respect afdwingt onder zijn soortgelijke. Laten we het zo zeggen. Maar dat hij maatschappelijk succesvol is, toch? U stelt de juiste vraag. Ja. Hij heeft de boel in de war geschopt in het binnenland. Ja. Doordat hij met wapengeweld leiderschap heeft geëist in een heleboel dingen. En mensen zijn natuurlijk bang om dood te gaan. Dus iedereen volgt de leider, follow the leader. Ja, maar hij heeft het systeem, de traditionele gezag van de dignitarissen in het binnenland heeft hij kapot gemaakt. Mm-hmm. Hij heeft ze een paar slagen gegeven fysiek. Hij heeft het Pocky Grong huis gehouden. Ja. Hij heeft nu onlangs weer een machtsdemonstratie gegeven. Door met twee helikopters te landen in een Bosland-Creools dorp. En omdat hij het prestige van de Grama Aboikoni wilde schaden. Ja. Heeft hij met die Saramaka, binnenlandbewoner van de Saramaka, heeft hij ruzie zitten maken. En het gaat hem duur te staan komen, want hier gaat hij niet meer vanaf komen. Men lust hem niet. Ja. In het binnenland wordt hij dus niet erkend als leider. En ik vind hem ook geen goede leider, hoor. Ja. Ik vind hem een ramp. Een ramp voor Suriname is Brunswijk. Een ramp. Ja. Maar men is bang voor dat fysieke geweld. Ja. Agressief, verbalisch. En de attitude van chantage. En, heeft u niet gezien hoe hij die koers omlaag heeft gekregen? Zo, Akkoes Moussakano. Akkoes Moussakano. En bij kon dinsdag een vice-president Satoki Doro. Akkoes Moussaka, en wat is dat nou, Oshie? Nou, 20, hè? Niet naar 6, ja? Dan vraag ik me af, als hij zegt, ik ga koers te zakken naar Oshie. En wat bedoelt hij met nou, Oshie? Alle Surinamers weten dat in te vullen voor u, hoor. Ja. Dus maar... dan grijpt meneer, want men ziet in Brunswijk gewoon achter hem een groot wapenarsenaal. En een man die die een kort lontje heeft en dingen fysiek afrekent. En fysiek. Ja. Van de fysieke afrekening hoort ook het geweld. Hè? Ja. Het gebruiken van geweld. Ja. En dat hebben wij in onze beschaving hebben we dat afgezworen. Dus wij Surinamers, ik ben nooit een voorstander geweest
om Brunswijk enige formele positie te geven in Suriname. Ja. Is Brunswijk een winst voor de Surinaamse politiek, voor de Surinaamse gemeenschap? Het is een ramp voor de Surinaamse politiek geworden. Ja. Ja. En op dat punt moet ik Boutersen gelijk geven. Ja. Ik heb een biografie van Boutersen geschreven. En Boutersen heeft duidelijk gezegd dat hij het fundamenteel oneens is met de overeenkomst die is aangegaan in Portaal. Daar zijn vredesonderhandelingen geweest. Ja. En Willy Sumita heeft ook daaraan meegeholpen. Ja. En maar was dat niet onder leiding van Latschman? Die heeft daartoe bijgedragen. Nu wordt de eer aan Willy toegeschreven, maar Willy liep mee. En Latschman was toch de architect van dat moment, toch? Latschman heeft eigenlijk de vechtende partijen een beetje verbonden. Ja. Dat is de verdienste van Latschman. Ja, ja. En ik moet niet vergeten de rol ook van Venetiaan. Ja. Maar kijk, hun bedoeling was, ik begrijp die bedoeling, hun bedoeling was rust te krijgen in het land. Ja. Want je kan een land niet regeren als rebellerende mensen met wapens elkaar te lijf gaan. Ja. Je hebt een burgeroorlog en dan moet je politiek bewind gaan voeren. Dat kan niet. Ja. Dus het was in het belang van zichzelf ook dat zij alles hebben gedaan om die oorlog te stoppen, die binnenlandse oorlog. Ja. Maar dat doende krijg je weer een dilemma, een hele moeilijke keus, want je moet iets gaan sanctioneren waarmee je in principe niet eens bent. Want Latschman is niet eens met gebruik van geweld. Hij is juist de man van het recht. Nee, dit was een stap om te komen weer tot de democratische koers. Ja, je moest een transitie forceren. Ja, ja, ja. En dan moet je water bij de wijn doen. En ja, Boutersen heeft daar gebruik van willen maken. Want door te zeggen, in zijn proces, die Boutersen daar gebruik van willen maken. Door te zeggen, luister, als je wel geneigd bent water in de wijn te doen bij de beoordeling van Brunswijkse wandaden en zijn misdaden, dan moet je dat ook kunnen doen naar mijn daden, zegt Boutersen. Ja. En daarom is Boutersen gekomen met zijn amnestie. Ja. Maar dat is een ander hoofdstuk. Ja, even nu terug, hè. Die koers is niet omlaag gegaan, tegendeel. Ik hoorde vandaag dat het inderdaad zeg maar op straat nog boven de 30 verhandeld wordt, de US dollar. De koers is een verhouding. Ja. Een verhouding tussen vraag en aanbod. Ja. Ja, en dat wordt bepaald door de handel en economische manoeuvres van het hele bankwezen en van de markten in Suriname, de financiële markten. Ja. En dat gemiddelde, dat geeft aan of je een grotere vraag hebt of een groter aanbod. Ja, maar door die koers neemt die armoede toe in het land. Hè? Mensen kunnen minder met hun verdienst, lees hun salaris, kopen in deze moeilijke tijd. Hè? Ja. Gemiddelde inkomen las ik vandaag zo 200 US dollar van een ambtenarensalaris. En daarmee moet men het zien te redden. Wat doe je met 200 US dollar? Ik bedoel mensen die in een huurhuis wonen. De prijzen van een huurhuis, dat is zomaar bij de 200 US dollar. Dus er moet bijgeklust worden, wil je nog de rest van de kosten kunnen betalen. Ja, zeker. Ja, toch? Er valt niet te leven in Suriname op dit moment. Ja. En ik ga u zeggen, Santoké gaat het ook niet kunnen oplossen. Omdat het ook, ik wil een beetje advocaat van de duivel spelen. Ja. Het is niet Santoki zijn schuld. Het is de schuld van een geboefte dat in die handel zit. Het is een kleine groep die zich stinkend rijk heeft gemaakt door illegale vriendenvalutahandel. Ja. Die al vanaf 1983 gaande is naar aanleiding van de decembermode in 82, die in december hebben plaatsgehad. Heeft Nederland het internationale geldverkeer geblokkeerd in Suriname en is dus de Surinaamse valuta niet convertibel verklaard in het buitenland. Ja. Dus je kon met je Surinaamse geld niet meer naar buiten gaan. Dus je was afhankelijk van mensen die bereid waren jouw Surinaamse geld te accepteren en jouw vreemde valuta ervoor in de plaats te geven. Mm-hmm. En daar hebben slimme Hindoestaanse zakenlui hebben gebruik gemaakt daarvan. En ik ken een van de, daar ben ik heel goed mee bevriend geweest. En ik weet precies hoe die handel is ontstaan. Ik heb ook correspondentie moeten voeren. Ja, maar in die tijd met de autoriteiten. Ja. En ik zeg alleen dit. Dat
dat er is door 30, laat me niet jaren tellen, 80, 20, bijna 40 jaar. Je kan zeggen, bijna 40 jaar heeft een illegale valutahandel met niet de meest zuivere personen alle kans gekregen om te doen wat ze wilden in die valutahandel. Ja. Omdat Nederland de fout heeft gemaakt door Suriname te willen boycotten. Heeft Nederland die valutahandel van zich afgeschoven. En Suriname kende het fenomeen nog niet. Om op een grote schaal met valuta bezig te zijn. Dus hebben tientallen jaren, enkele decennia, hebben particulieren in Suriname de verantwoording gehad om die vreemde valuta te wisselen. Ja. En hebben gedaan alles wat God verboden heeft. En dat zijn de kapitaalkrachtigen van vandaag, hè? De mensen die toen zich verrijkt hebben, die feitelijk de toonzetter zijn in de Surinaamse politiek. Dus zij bepalen toch wel voor een groot deel de koers die de partijen volgen. Ziet u wat er... Kijk, Brunswijk, die praat na wat hij om zich heen hoort zeggen. Ja, ja. Dus hij wil zogenaamde beleidsmaatregelen gaan nemen. Nou wil hij één partij, hij had het over de Sol. Het zijn die jongens in die olie zitten. Ja. Die wil hij gaan straffen. Want kijk, dus Brunswijk is zo ongeschoold wat dit betreft. Maar ik ga u precies zeggen wat die denkfout is die hij maakt. Bij een markt evenwicht heb je vraag en aanbod. Ja. En natuurlijk de grootste speler op die markt die met grote bedragen marchandeert en in kan injecteren en eruit kan halen uit die markt, die beïnvloedt inderdaad die koers. Ja. Ja? Dus denk Brunswijk, als ik die aan banden leg, dan heb ik die koers onder controle. Maar de logica, als je een beetje logisch denkt, als hij die sterkste speler aanpakt, dan ontstaat toch die tweede sterkste speler is door naar de sterkste. Ja. En dan is er dus aan het mechanisme niks veranderd. Ja, maar ook het falend beleid van deze regering heeft toch wel heel veel wantrouwen in de samenleving, in de politiek gecreëerd, hè, waardoor mensen die toch wel kapitaalkrachtig zijn, heel veel SRD hebben, toch wel het niet meer vertrouwen dat het goed komt. En omdat ze geen vertrouwen hebben in de toekomst, van dat er waardevermeerdering zal plaatsvinden ten aanzien van de Surinaamse SRD, maar dat eerder een waardevermindering zal optreden, dat men nu probeert zoveel mogelijk, legaal of illegaal verdiend, maar wel bij bulk SRD'tjes hebben, die proberen ze te dumpen en dat om te wisselen tegen US-dollar. Is dat niet de boosdoener op dit moment in Suriname? Nee. Ik weet wat het is. Ja. Je moet... Kijk, het is, dat is die race sector, hè. Ja. Als je geen kennis hebt van wat er daar precies gebeurt, dan omdat die verrichtingen en die manoeuvres, die volgen geen wetmatigheden. Dus je kunt ook niet voorspellen. Het nogmaals, mijn analyse is, het staat en valt met de betrouwbaarheid. Ja, van de overheid, dus, van de regering. Ja, van iedereen. Ja. Van iedereen. Dus de spelers in het veld en die overheid. En als men ons en zichzelf aan het belazeren is, dan kunt u elke kraan die u wilt dichtdraaien en een andere openzetten. Het blijft chaos. Ja. Want u wordt belazerd waar u bij staat. Ja. Kijk, heeft u niet gezien die demonstratie van die cambio's? Ze hebben die koers met een paar dubbeltjes naar beneden laten gaan. Toen Brunswijk dreigde van zakkenkoers. Ja, maar dus... laten we zien dat we het laten zakken voor je. Maar jij moet ons nu komen zeggen dat Onoa op en morgen, dat wil ik zien. Dat moet hij betuigelen. Ja, dus met andere woorden, ze laten zien dat zij de baas zijn en niet Brunswijk. Ja, maar goed, de voorspelling is dat de koers waarschijnlijk richting de 50 SRD zal gaan. Hè? Ik bedoel, is de Suriname nog in staat daar nog in die situatie te overleven? Kan men nog het leven aan in Suriname? Ik denk dat ook het einde zal worden van de regering Satuki. Ja, hè? Ja. Want als die bevolking zo inert is, en ik noem het inertie, hè? Ja. Het niet in beweging willen komen, het alleen maar babbelen, 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 babbelen. Maar men voegt niet de daad bij het woord.
ja, dan ga je een moment krijgen waarop er die samenleving gaat vastlopen. Mm-hmm. Ja, want ik heb puissante rijke vrienden die in Suriname die geld hebben en die klagen. Die klagen dat ook zij voor de bijl gaan, hoor. Mm-hmm. Dus dat is de situatie in Suriname nu. Dus niet alleen die armen, want men praat namens die armen. Maar niet zij zijn het probleem nu. Die middenklasse, die gewend is om op een bepaald niveau te leven, die schaamt zich nu dat ze zijn veroordeeld tot de bedelstaf. Ja, nee, dat klopt. Die groep wordt steeds groter, hè, die het moeilijk krijgt. Precies, en die treft nu die middenklasse. Ja. Kijk, die armen zijn altijd al arm geweest. Er is onderzoek geweest van, ik dacht Schalkwijk, die heeft dat onderzoek geleid naar de armoede in Suriname. En toen heeft men gekeken naar de zelfredzaamheid van de Surinaamse bevolking. En wat blijkt uit dat onderzoek? Blijkt dat diegenen die in die stad wonen, die steden liggen, die dus geen perceeltje hebben om te planten en een beetje wat aan te klooien met kippen en zo en wat te eten, die krijgen het moeilijkst. Dus die stedelijke bevolking, die is het minst zelfredzaam. En die bevolking van het platteland, die is zelfredzaam. Dus die mensen die altijd al arm zijn geweest op het platteland, die leiden niet zo onder die crisis. Sorry dat ik het moet zeggen, maar zo is het. Ja, ze hebben iets achter de hand. Die hebben het altijd geleerd om iets achter de hand te hebben. Ja, dat noemen ze overleving. Ja, dus ze hebben een overlevingsstrategie. Ja, ja. Maar die middenklasse in Suriname, die gewend is thuis te komen met de afstandsbediening, die poort open te maken, dan gaat die gaat het voelen als de EBS die tarieven omhoog laat gaan. Maar die middenklasse die lekker smiddag als het heet is, in de airco-kamer kan gaan relaxen en zijn airco de hele dag aan kan laten staan, die gaat het voelen. Ja. Dus die middenklasse, en die gaat ook in beweging komen. Kijkt u maar wat gaat gebeuren. Zeker. Want die hebben geen andere keus. Ja. Dus op het moment dat iemand ziet dat hij nu failliet gaat, hij begint al af te slanken en daarna gaat hij failliet. Wat moet die man doen? Moet hij zelfmoord plegen ofzo? Dus die man moet in actie komen. En dan gaat u zien, dan ligt die hele samenleving in Suriname plat. Duidelijk. Hey Ludwig, ik ga u bedanken. Ik denk dat we deze zaak uitgebreid hebben besproken. Met name die kwestie rondom de KTPI, de rol van de KTPI in de Surinaamse politiek. Ja, ik ben u heel dankbaar ook voor dit interview. Ja. En weet u wat ik goed vind, wat we hebben bereikt, is dat we moeten meer met macro-politieke benaderingen naar die Surinaamse politiek gaan kijken. Want we verzanden te veel in wat deze en gene doen en hebben gestolen of die hebben gestolen. Maar we raken het grote verband raken ook kwijt. En ik vind dat is die bijdrage die ik samen met u, met uw medewerking, heb mogen leveren nu. Is dat een klein kijkje te geven in die grotere verbanden. Dan ga je direct zien het hoe en waarom van bepaalde ontwikkelingen. Want die slotvraag zou moeten zijn: hoe staat met die dood van Willy Sumita die Javaanse groep er nu voor? En de Javaanse groep die is